De stad Geria noemt de politie het. Van jongeren die het gezag van diezelfde politie niet meer aanvaarden. De twintigtal auto's ging gisteren in vlammen op. De brandweer stelde snel ter plaatse. En moet altijd begeleid worden door gewapende politie. En vanuit de hoge appartementsgebouwen worden projectielen gegooid naar iedereen die maar een beetje te maken heeft met de overheid. Massale politieaanwezigheid bleef het nog uren moedig in de hoofdstad. Zo werd op het logiesplein nog eens een tiental jongeren opgepakt. Maar echt ernstige ontsporingen zijn er nog niet geweest. En de ordendiensten lijken de toestand onder controle te hebben.